Klinkt deze dagen als een kwartet bijna. Wat betekent het voor de inflatie, de handel of de dollar als Trump dan wel Harris wint? Ja, de hele serie. Nou, in die serie, Kees, wat betekenen de Amerikaanse verkiezingen voor de koers van de Bitcoin? Nou, uh, analisten van zakenbank Standard Chartered voorspellen dat de koers gaat stijgen, schrijft het FD. En het opvallende eraan is, die koers zal blijven stijgen, wie er ook wint, Trump of oh. Harris, in het kader van de serie. Daniel Mols, presentator van BNR's CryptoCast. En even aangeschoven erover. Daniel, goedemiddag. Goedemiddag, Kees. Het klinkt een beetje alsof de cryptobeleggers een beetje ambigu zijn. Hè? Ze willen gewoon winst pakken. Nou ja, de, 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 op zich, Standard Chartered heeft wel gelijk. Uh, het is de hele zomer oerzaai geweest. Uh, het had ook slecht kunnen uitpakken. En we hadden naar beneden kunnen vallen, kunnen uitbreken. Ja, en de, 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 het lijkt nu gewoon omhoog te worden. Uh, dus um, ja, wat er ook gebeurt, die koers gaat denk ik wel ook omhoog. Ja. Ja, waardoor komt dat? Ja, dat is, uh, aan de ene kant is het natuurlijk een soort uh, ja, de, de grillen van de markt, uh, mm -hmm. uh, een technisch verhaal. Uh, maar aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, ja die verkiezingen, of het nou Trump of Harris wordt, er gaat een positievere wind waaien voor crypto in de VS. En de VS is by far het belangrijkste cryptoland. Mm -hmm. dus. Ook een positievere wind qua, omdat de economie daar een beetje uh, aan het herstellen is, de inflatie gaat, uh, gaat naar beneden. Ja, dat dus, dus uh, we, we zitten natuurlijk weer in een scenario waar de rente, de beleidsrente, zowel de Fed als de ECB hier in Europa, uh, de beleidsrente gaat naar beneden. Dat is positief, want bitcoin wordt nog altijd gezien als risicoasset. Uh, uh -huh. Eigenlijk alle crypto. Maar aan de andere kant uh, ook omdat uh, zeker Trump... heeft echt hele ja, veelbelovende dingen gezegd... over uh, hoe hij de crypto wereld voor zich ziet... en welke rol Amerika daar dan in moet gaan spelen. Stel hij wint, stijgt de koers dan harder dan als Harris wint? Daar ga ik wel een beetje van uit, ja. Uh, we mo moeten sowieso... Zeggen maar... analisten dat ook? Ja, analisten, ja. zeker. Standard Chartered zegt uh, 125.000 dollar als Trump wint... Nou dat is koffie er kijken uiteraard mm -hmm. maar dat is wel flink want het record is ja, ja. Uh, de, het record is nu 73.800 en we staan nu op 72.500. Oh, dat moet we dus wel wat bijgeplust echt... worden. Ja, zeker. Maar de, de Donald Trump heeft hele grote beloftes gedaan. Waaronder bijvoorbeeld de voorzitter van de beurswaak ontslaan. Uh, de beurswaak, de SEC, Gary Gensler, is een die is heel streng op crypto. Heeft ook veel dingen tegengehouden het afgelopen jaar. Uh, en de, die vliegt er dus uit zodra Trump aan de macht is. Dus dat is een van die dingen ja, waar de cryptowereld dan bijna het naar uitkijkt. het naar iemand ja, ontslag. De vraag is alleen nog. Gaat hij het echt doen wat hij zegt? Want dat is nog maar de vraag. Maar goed, als er dan iemand komt die het niet zo nauw neemt met de regels of wat milder is, dat is toch niet alleen maar goed nieuws? Dan kan die hele markt toch ook verstoord worden. Het... Dat het een soort Wild West wordt? Nee, ja, inderdaad. En dat hebben we, we hebben het vaak genoeg gezien fout gaan. Uh, twee jaar geleden nog met de FTX. En dat was omdat er in Amerika uh, weinig regels zijn. Nog steeds. Dus ja, je hebt er helemaal gelijk in. Alleen uh, Trump heeft zulke grote beloftes gedaan. Dat, ja, dat, dat als, als hij dat allemaal waarmaakt, dan is dat wel echt ja. positief nieuws voor die. Die industrie. Maar uh, in hoeverre gaat het dan stijgen als Harris wint? Nou ja, kijk, uh, de, ook Harris heeft zich toch moeten schikken in een wat positiever beeld. Uh, de Biden en de Democraten waren heel kritisch op crypto, hebben echt veel ja, dwars gezeten, bijna, bijna een soort pesterijen in het, in het Huis van Afgevaardigden, in de Senaat. Um, en Harris heeft ook om kiezers te winnen, heeft ze ook een, een wat ja, toch mildere houding hmm. richting crypto uh, a, aangenomen. En dat is ja, dat zie je nu ook wel ook dat ook daar uh, toch. Ja, wat positiever, ja. een positiever beeld voor, voor Bitcoin en crypto. Ik moet opeens aan iets heel raars denken. Melania Trump, die ging toch in de NFT's? Zeker, zeker, ja. Hoe is het daarmee? En, die heeft daar volgens mij een uh, vinkse boete voor gekregen en daar is ze nu mee gestopt. Dus, oh, uh, ze heeft onlangs wel een boek geschreven, dus terug naar het oude medium. <laughs> Daniel Mol, presentator van BNR's Crypto Cast. Dankjewel dat je er even was.